Met Willeke? Hey Willeke! Is Rainbow bij jou? Die zit hier boven in bad. Hè? In bad? Die is net terug van een lange reis met die Syrische kindertjes. Ik ben hier in de kleedkamer en ze moeten onmiddellijk komen. Ja? We kunnen echt niet langer meer wachten. De kinderen roepen al, Rainbow, Rainbow. Ja, dus ik ga hem gelijk roepen. Ik ga hem naar je toe sturen. Onmiddellijk naar de studio. Nu. Maar deze heeft geen oranje poten. Nou, dan moeten we die ook maar even bestellen. Superleuk dat je kijkt naar alweer het laatste Feest van Hoop concert. Maar niet getreurd, er gaan vandaag heel veel mensen voor jou optreden. De Kids Crew, Ellie Zuiderveld en Noorderlicht Kids. Dat belooft wat. Maar hiervoor hebben we ook twee hele gave dingen gedaan. We hebben een concert gehad met Marcel en Lydia Zimmer. En een hele spannende voorstelling van Overschapen en zo. Die kun je op zingenindekerk.nl terugkijken tot 4 juni. Dus dat moet je zeker. Misschien is het jou opgevallen, maar er zitten allemaal duiven achter mij. Dit is Rainbow de Duif. Rainbow de Duif vliegt voor Kerk in Actie de hele wereld over. En daar gaat hij op zoek bij kinderen die het soms niet zo goed hebben als wat wij het hier in Nederland hebben. En die verhalen vertelt hij en hij vliegt daarmee terug naar ons toe. Maar dit is natuurlijk best wel een hele coole knuffel. En die kan jij krijgen als jouw ouders donateur worden. Dan krijg je zo'n leuke rainbowknuffel en een cd. Ik zal je even vertellen wat zij daarvoor moeten doen. Links in beeld zie je nu een QR-code verschijnen. Die kan je scannen en dan zie je precies wat je moet doen om donateur te worden. Ook kan je eventjes naar de website kerkinactie.nl/cadeau gaan. Mocht dat niet lukken, kan je ook altijd even een mailtje sturen naar info@zingenindekerk.nl. Nou, jullie zitten vast al te wachten op dit concert, dus ik ga snel stoppen met praten en dan wens ik jullie heel veel kijk en misschien wel stiekem zingplezier. Dankjewel Annemarieke voor deze mooie aankondiging. En hier staan we dan. Ik sta hier met Simara en de Kids Crew. En een paar hele fijne muzikanten. En wij gaan mooie liedjes voor jullie zingen. En Ellie natuurlijk. Oh ja, ik vergeet altijd mezelf. Kan dat nou, hè? Ellie Zuiderveld. Ook nog. Ja. Zonder Rickert. Maar we gaan voor jullie mooie Pinksterliedjes zingen. En jullie doen zelf ook mee. Want we gaan hier een fantastisch Pinksterfeest houden. Wat zeg ik? Pinksterfeest. Het wordt een feest van hoop! Rainbow, Ellie belde net vanuit de studio. Ze zitten allemaal op je te wachten. En jij zit hier maar lekker een boek te lezen in bad. Je moet opschieten. Je moet nu weg. Je moet nu in de studio zijn. Kom. Kom eruit. Dat gaat luier in. Ik heb geen tijd dus, om je te brengen, dus je gaat maar liften. Hup. Dit is de aarde waar wij wonen. Dit is je huis. Dit is je straat. Het plekje waar je werd geboren. De kamer waar je bed in staat. Hier is de foto met je vriendjes. En deze van die lentedag toen je de duinen had beklommen en voor het eerst die lichtstraal zag. Een helder licht, een stralend licht kwam uit een hoge toren. Een baken als een gouden ster. En wie hem zag, dichtbij of ver, die ging niet meer verloren. Maar als je in een tent moet wonen of slapen op de harde grond, dan is dat moeilijk te geloven. Dan ben je bang voor wat er komt. Dan leef je met herinneringen aan een gelukkig Pinksterfeest. Toen je met vriendjes stond te zingen over het wonder van Gods geest. En dat hielp je er doorheen. Maar nu, soms weet je niet meer wie je bent.
Mama, kom tevoorschijn uit je tent en kijk omhoog. Die gouden ster straalt ook voor jou. Feest is echt een feest. Weet je waarom? Omdat God, die is zo goed en zo lief voor ons, dat Hij zijn Heilige Geest gegeven heeft. En no matter what, Hij is altijd bij je. We gaan horen dat Iris God is liefde gaat zingen met de Kid Crew. Show, dus denk gewoon, hey, dit is wat we doen. Je moet zelfs zijn geloof met ons beskoen. God zegt, hey, ik hoor bij jou. Weet je dat ik van je hou? Want God is liefde. Nooit alleen.
beter dan niet dat je daar toch iets aan hebt. Hey, dit is wat ik bedoel. Je moet zelf zeggen, loop me dat voor school. God zegt, hey, ik hoor bij jou. Weet je dan, ik van je uit. Want God is liefde. God is altijd om je heen. Ja, God is liefde. Modern of old school. Nee, hij laat je nooit alleen. Hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho. When I say kids, you say crew. Kids, crew, kids, crew. Modern of old school. Nee, hij laat je nooit alleen. Gedaan, Iris. Dank je. Ja, God is liefde, hè? Ja. Ja, en je mag altijd, zoals jij ook zong, hè? Hij is altijd om je heen en altijd bij je. En merk je dat ook als je... Want bid jij ook wel eens? Ja, ik bid soms wel eens, maar soms dan zit ik niet echt er goed over na te denken, eigenlijk. Oké. En hoe komt dat dan? Ja, dan denk ik van, oh, laat ik maar snel even bidden voor kinderen aan andere landen, om zonden te vergeven. En dan ga ik gaan slapen voor school. Oké, maar het is echt belangrijk om tijd te maken voor God, hè? En ook aandacht te geven aan God. Want Hij wil echt zo graag voor jou zorgen. En Hij staat altijd voor je klaar. En nu gaat Tikva, gaat Hey Vader zingen. Een heel mooi lied. Hey Vader. Ik begrijp het niet meer. Er gaat zoveel verkeerd in deze tijd. Hey Vader, is het altijd zo geweest? Zoals ik het nu beleef, ik raak het niet kwijt. Want soms voel ik me eenzaam en dat maakt me dan bang. O Vader, soms duurt het zo lang. Sterker te staan. Want soms voel ik.
vogeltjes zingen in de bomen. En de bloemen die draaien naar het licht. Er schuilt een wonder. Zeggen mensen de vruchten van de Heilige Geest. Maar het is eigenlijk maar één vrucht. Ja. En verschillende partjes. Een sinaasappel. Nou, bijvoorbeeld een sinaasappel. Ja. Of een braam. Of een braam, dat is heel wat anders. Nou, oké, maar die sinaasappel bestaat dan uit liefde, blijdschap, vrede en een heleboel geduld. Goed zo. Dat mag je wel hebben, hoor. Ik wens je liefde, blijdschap, vrede en een heleboel geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw en tederheid dat je jezelf beheersen zult. Dat is de vrucht van de Heilige Geest die ons heeft. Liefde, blijdschap, vrede, die ons eeuwig begeeft. Vriendelijkheid, goedheid, heilige tederheid, die ons eeuwig beheerst. Dat is de vrucht van de Heilige Geest, die ons eeuwig leven geeft.
dat je van waarde bent. Weet je dat je een parel bent, een parel in Gods hand, een parel in Gods hand. En Jezus is de goede herder. Jezus, hij is overal. Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stal. Als je 's avonds niet kunt slapen, als je bang in donker bent, denk dan eens aan al die schaapjes die de Heer bij name kent. Jezus is de goede herder, Jezus, hij is overal. Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stal. Wat mooi, dat was zomaar spontaan, maar jullie deden gewoon mee. Goed gedaan, helemaal niet geoefend. Kleine vogel, gevallen uit het nest, en het liefst kroop je meteen weer in je schuil. En je kunt nog lang niet vliegen, ook al doe je zo je best. En al zwijg je nu, ik hoor, je roept om hulp. Maar iemand wil zich over jou ontfermen. Kruip niet weg voor hem, wees maar niet bang. Hier is zijn hand, hij zal je steeds beschermen. Hij zal jou beschermen. Hey, kijk eens naar, hij heeft een bordje bij zijn buik. Hey, wie kan eigenlijk wel lezen wat er op staat? Ik weet het niet.
Nee, ik hoop niet, weet je wat we doen? Kom, we gaan even naar de toe. Ik ga even lezen wat op dit bordje staat. En hier staat op, ik ben Rainbow. En ik moet naar de studio. Heeft ze geen oranje poten? Nou, dan moeten we die ook maar even bestellen op internet. Vertel het aan de mensen wie vrede geeft. Jezus! Vertel
vrede geeft. Jezus! Want iedereen moet weten dat Jezus leeft. Iedereen moet weten. Vertel het aan de mensen wie liefde heeft. Jezus! Vertel het aan de mensen wie vrede geeft. Jezus! Vertel het aan de mensen dat Jezus. Feest is echt een feest. Weet je waarom? Omdat God, die is zo goed en zo lief voor ons, dat hij zijn Heilige Geest gegeven heeft. En no matter what, hij is altijd bij je. We gaan horen dat Iris God is liefde gaat zingen met de Kid Crew. Wordt dan echt verslaan. Hey, met je nieuwe phone. Leukste show, dus denk gewoon. Hey, dit is wat we doen. Je moet zelf zeggen, loop met ons pas koel. God zegt, hey, ik hoor bij jou. Weet je dat ik van je hou? Want God is liefde. Alleen. Je zoekt naar echte vrienden, maar je vindt geen een. Hey, doe eens niet zo nep. Weet je dan niet dat je daar toch niet van hebt? Hey, dit is wat ik bedoel. Je moet zelf zeggen, loop me dat voor school. God zegt, hey, ik hoor bij jou. Weet je dat? Ik van je. Want God is liefde. Dankjewel, Simara. Simara van de Vlist. Applaus. Yes. Als wij roepen rainbow, dan komt de duif eraan. Ja? Dus ik zeg,
Zullen we het roepen? Rainbow! Rainbow! Dat kan harder. Rainbow! Kom maar, lieve duif. Zie je ons hier staan? Waar ben jij geweest? En wat heb jij gedaan? Roekoe! Je was misschien in Libanon. Daar schijnt altijd de zon. Daar wonen leuke kinderen. Maar wat wel anders kon. Er valt niet veel te delen. Er is geen klaslokaal. Geen tijd om echt te spelen. Dat kan anders allemaal, hè? Roekoe! Willen jullie helpen? Is dat een goed idee? Geef alles maar aan Rainbow. Dan neemt zij het mee. Ga maar, lieve duif. Sla je vleugels uit. Vlieg naar verre landen. In oost, west, noord of zuid. Breng het goede nieuws in een pakje op je rug. Ga maar, lieve duif, en kom weer gauw terug. Rainbow, nog even blijven. Want er is nog een belangrijke aankondiging. Die komt hier straks boven ons te staan. Ik ga het vertellen waar het over gaat, ook aan jullie. Want er zijn natuurlijk heel veel vluchtelingen. Ook vluchtelingen die uit Syrië komen. En daar zijn ook kinderen bij. En die vluchtelingen, die komen bijvoorbeeld in Libanon of Irak. En in Libanon is het heel moeilijk voor een vluchteling om aan werk te komen. Nou heeft Kerk in Actie bedacht hoe ze die mensen en vooral die kinderen kunnen helpen. Bijvoorbeeld tieners daar, die gaan ze leren om kapster te worden. Hoe vind je dat? Roekoe! Dat is leuk voor je kuifje, hè? Ja! Maar ja, daar is geld voor nodig. En daarom vragen wij aan mensen die nu kijken om te doneren. Hoe kun je dat doen? Op de website of via de mail of via een QR-code. Makkelijk, hè? En als je dat doet, dan krijg je een gratis cd en ja, een knuffel. Niet een knuffel van jou, maar een heel klein lief knuffeltje. Ja, ik wil ook wel, maar kijk, deze schattige knuffel. Vind je die lief? Ja, hè? Oh, nou, deze schattige knuffel, die krijg je er dan gratis bij. Dank je wel. En nou mag jij echt gaan. Dag, dag lieve Rainbow. Dag, dag Rainbow. Dag. Hey Simara, ja. Wat heb je een fantastisch kinderkoor. Ja, het is echt geweldig. Ik vind ze zo leuk. Ja. Nou, we gaan niet alleen maar Pinksterliedjes zingen. Want het is niet alleen maar Pinksterfeest. Zo heet dit liedje namelijk. Maar het is ook een feest van... Oké. En dat liedje gaan we nu zingen. Pinksterfeest, feest van hoop! Voel jij je
zo, dat was een gaaf concert. Ik hoop dat je het leuk hebt gehad. En vergeet niet om donateur te worden, want dan krijg je naast een coole cd met mooie liedjes ook een duivenknuffel. Dat wil je hebben dus. Hé, en hoe doe je dat nou? Dat ga ik je vertellen. Dat kan namelijk op 3 manieren. Als eerste kan je de QR-code scannen die nu links in beeld komt. En dan wordt er precies uitgelegd hoe je donateur kan worden. Je kan ook naar kerkinactie.nl/cadeau gaan. En mocht dat niet lukken, dan kan je altijd even een mailtje sturen naar info@zingeninthekerk.nl. Nou, dat was het. Ik wens jou een hele fijne Pinksteren. Dag! We zijn er op de wereld met z'n allen voor elkaar. Niemand in zijn eentje, want dat is veel te zwaar. We moeten elkaar helpen, ook wanneer het moeilijk gaat. Zodat iedereen, groot en klein, er nooit alleen voor staat. Rainbow de duif, vliegt er al uit. Van oost naar west, van noord naar zuid. Vertelt hij je dan wie en waar je helpen kan? Roekoe, 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 roekoe. Maar dan staat ineens de wereld op zijn kop. Hoe moet dit nou verder? Houdt het ooit nog op? Toch mogen we vooruitzien naar het Pinksterfeest. Waar God ons hoop en kracht geeft door de Heilige Geest. We zijn er op de wereld met z'n allen voor elkaar. Niemand in zijn eentje, want dat is veel te zwaar. We moeten elkaar helpen, ook wanneer het moeilijk gaat. Zodat iedereen, groot en klein, er nooit alleen voor staat. Rainbow de duif, vliegt erop uit. Van oost naar west, van noord naar...